Hallo amazies! Superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag ben ik weer met... Eline! En jij gaat dus weer een december video opnemen. Woehoe. En wat betekent dat? Heel veel lekker eten, heel veel gezelligheid en heel veel kerstliedjes en gezelligheid en al die dingen wat ik net heb gezegd. En vandaag gaan we een superleuke, lekkere, gezellige video opnemen. Want we gaan namelijk kersttoetjes proeven, decembertoetjes. En ik heb heel veel zin in deze video. Als jullie deze video nu ook al leuk vinden, doe dan vooral een duimpje omhoog. Voor hoeveel gaan we? 2018. Want we gaan naar 2018. Nee. Oei, dat is ook een goeie. Laat me jou voor de 2018 likes. En als je dan toch bezig bent, klik dan ook zeker even op het belletje. Want dan ben jij misschien wel de eerste die naar mijn video's kijkt. En volg ons natuurlijk ook op social media. Linkjes staat in de beschrijving. En laten we beginnen. Let's go! Waarom doe je nou naar de andere kant? Dus let's go! we hebben chocomel voor als we het echt niet lekker vinden. En chocomel is gewoon lekker. En we hebben net de sneeuw gelopen, want het is echt heel erg aan het sneeuwen en met de koude handen. Dus dan, ja. En we beginnen met het eerste toetje. Ja, van sommige toetjes hebben we er dus maar één, maar dat maakt niet uit. Zet dan een heel veel toetje in. Ja, en we gaan dus ook onze mening geven over de toetjes. Als we het lekker vinden, doen we het duimpje omhoog. Als we het niet lekker vinden, duimpje omlaag. En als we het een beetje lekker vinden, doen we het binnen. Zou dit hagelslag zijn? Oeh, she thick. Is het... Oh my god. Oké, wacht. Ik denk dat het moes is. Ik ruik niet van liqueur, volgens mij. Liqueur? Ja. Oké, 3, 2, 1. Oh, is alcohol! Is het alcohol? Ja. De bovenkant is chocoladefudge. Wauw, dat heb ik nog niet geproefd. En voor de mensen die veel Ben & Jerry's eten, dit is bij 1 Ben & Jerry, is dat ook met salted caramel. Dit is heel lekker. Dit is eigenlijk heel lekker. Oh ja, voor de mensen die nu gaan commenten, mag ik maar alcohol drinken? Nee, maar er zit niet geen alcohol in. De smaak van alcohol. Ik vind lekker. De fudge vooral lekker, de bovenkant. Ik zou deze zeker al willen. Nu moet ik gaan doen, alles is pilaar vol. Het was double chocolate dessert. Oh, ja. Ja, het smaakt ook naar chocolade. Ik ga van een hupje omhoog. Zeker, ik hou echt van chocolade. Oké. Ik ga nu de volgende kiezen. En ik vind deze er heel spannend uitzien. En ik denk dat dit iets met karamels is. En hier hebben we er wel 2 van. Alleen er zit nog een plasticje om, dus we moeten even het plastic hier afhalen. En ja, vooral die bovenkant ziet er spannend uit. Hoe ga je dat vast? Oké, ja. Oké, is dat nog een plasticje om, dus dat haal ik even af. Zo. Oké, wow, ik ben niet zo snel. Oké. Ik heb geen koek bij. 3, 2, 1. Want het is cheesecake. Cheesecake karamel, denk ik. Dit is heel lekker. Ik vind de onderkant lekker. Maar de cheesecake zelf. Maar ik kwam wat spuug bij, sorry. Maar de karamel vind ik niet zo lekker. En volgens mij zit er zout in. Volgens mij is het gezouten karamel. Ik vind deze heel lekker. Want kijk, ik weet niet, maar op de onderkant zit 100% zeker gezouten karamel. Zit koek. Ja, en dat gelijk. Het is salted caramel cheesecake. Ik vind de onderkant echt lekker. De cheesecake en de topping vind ik ook heel lekker. Maar de topping vind ik echt heel lekker. Oh, die vind ik heel lekker. Ik heb even een duimpje omhoog. En de midden. De bovenkant verpest het echt wel. Ik vind het niet. Ik vind de bovenkant lekker. Hm. Next. Eerlijk, 1 hapje en dan ga ik hem weg. Ik kies deze, nee. Want Emma zei net dat ze deze waarschijnlijk niet zo lekker vindt, omdat ze denkt dat het crème brûlée is en daar houdt ik helemaal niet van. Wow. Maar er zit ook een soort van laag in. Ja, maar dat vind ik dus het allerliefste, dat suikerlaag. Alsof het nat is, een beetje. 3, 2, 1. Eeuw, je voelt het als bovenkant geraakt. Oké, 3. Oh, brûlée. Oh, de bovenkantje, gattevang. Nee, het smaakt gewoon echt niet lekker. Dat doet me aan iets denken van vroeger, maar ik kan het niet plaatsen.
Ja, de onderkant. Nee, laat maar. Maar wat? Het smaakt naar ei, vind ik. Ik vind het naar ei smaken. Jawel, die ruik. Nee, ik heb nee. Ruik. En doe maar iets lekker van vroeger, wat ik vroeger ook al niet lekker vond. Dus, nee, ik snap wel wat je bedoelt. Ik vind deze echt heel vies. Vooral dat als je er zo in ging, dan voel je dat het bovenkantje zo openkrakt. Het is een soort crème brûlée, want het is vanillepudding gebakken in de oven. Niet mijn favoriet. Mijn ook niet. Ik geef deze een duimpje omlaag. Geen duimpje omlaag. Oké, nu naar de vierde en ik kies deze. En die hebben we er ook maar eentje van. Alleen die onderkant ziet me er heel speciaal uit. Een beetje speculaas of zo. Ik denk dat ik het niet zo lekker ga vinden. Want kijk, die bovenkant is geel, oké. Ja, dat is waarschijnlijk passievrucht. Ik wil niet zo fruit. Met toetjes. Fruit van palet. Okay, kijk dit! Oh, lijkt echt een voorzichtig. Ik vind dit smaken naar mango ijs van Klevers. Ik vind het heel lekker. Ik vind, de smaak is niet heel hoog. De substantie is gewoon niet zo heel lekker. Ik vind wel wat ik net bij die andere waarvan ik de cheesecake lekker vond en de bovenkant niet, heb ik hier het andersom. Ik vind de bovenkant lekker, maar ik vind de cheesecake gewoon niet lekker. Die koekruimers zijn ook wel lekker. Ik vind, zeg maar. Nee, want ik snap het. Waarom zou je chocolade... Kijk, het zijn chocolade koekruimels met vrucht. Maar kijk, dat snap ik. Als je zeg maar, als je echt een goed mango-ijsje hebt, die smaak... Ik denk dat het passievrucht is. Is het gele. Ja, maar ik vind het naar mango smaak. Ik vind die bovenkant wel lekker, alleen de substantie is vies. Ha! De passievrucht mango. Ik vind hem lekker de bovenkant, alleen de substantie is gewoon vies. Ik geef deze een middenduimpje. Nou. Oké. Jij mag kiezen. Hey, next. Ik pak deze omdat ik denk dat dit Bavawa is. Wat is Bavawa? Het doet hier. Ik denk dat het Bavawa is. Maar het is ook fruit. Nogmaals, ik hou gewoon niet zo van fruittoetjes. Ik hou gewoon echt meer van chocolade. Dus dan hebben we gewoon dadelijk alle fruittoetjes gehad, denk ik. Of in de deze nog. Denk ik. Deze. 3, 2, 1. Ew, hoor je dat gewoon? Wat is er een koekje in? Een cake of zo. Nee. Weet je ook het allervieste vind? Die onderkant, die cake. Lijkt eigenlijk zo. Weet je al, als je zo bijvoorbeeld lipstick of lipgloss opdoet en het daarna per ongeluk zo in je mond krijgt. Het smaakt naar dat. Het smaakt echt gewoon chemisch, maar niet lekker chemisch. Zoals bijvoorbeeld watermeloensnoepjes. Maar... Ik vind dit niet lekker. Ik vind dit duimpje leuk. Ja. Vooral die cake. En ik denk dat wat er gewoon framboos is. Vooral die cake wat eronder zit, vind ik niet. Wat is het? Framboos. Framboos dessert taartjes. Ik vind op zich de smaak van de pap. Nee, kijk. Er zit kaas. Er zit cake aan de onderkant. En dat is zo vies bij het toetje. Nee joh, dat heb je ook niet eraan. Nee, dat vind ik zo vies. Oh, bah. Nee, deze heeft een duimpje omlaag. Je vergeet je lepel. Mijn lepel. Ik durf deze niet af te doen. Oh, nee. Mijn chocolade zit mint. En nu hebben we nog drie toetjes te gaan. En ik mag nu kiezen. En omdat ik denk dat deze fruit is. En dan zijn we klaar met alle fruit. Kies ik voor deze. Omdat zelf hou ik niet zoveel fruittoetjes. Dus dan zijn we hiermee klaar. Dus ja, oké. 3, 2. Pak eerst mijn woon. Oh, Vond het lekker, alleen ik vind de bovenkant minder. Ik vind de cheesecake vind ik wel lekker. Terwijl het waarschijnlijk dezelfde cheesecake is als deze. Nou ja, weet je wat het anders is? Waarschijnlijk is het dezelfde cheesecake als deze, maar toch vind ik die wel lekker. Die deze onderkant is lekker, proef die onderkant is apart. Wat heb ik net gedaan? De onderkant is heel lekker. Nou,
die onderkant is net speculaas of zo. Cheesecake, rode vruchten. Oh. Ik hou sowieso niet zo van rode vruchten in iets. Kijk maar zo, frambozen vind ik lekker om zo te eten, maar niet. Ja. Oké, meer. Jij mag kiezen. Ik zet hier allemaal even dicht. Ik denk dat ik deze. Deze lijkt op chocolademousse. Ik denk dat het ook gewoon chocolademousse en dan hebben we het ook een beetje speciaal voor het laatste. Ja. Dus om 3. Nee, het is gewoon pudding. Het heeft geen chocolademousse op zand. Oké. Oh, even laken. Oh. Jongen, wat ben je op je? Kijk als je melk in de magnetron doet, dan dat het laken opkomt. Denk niet alsof je dat laken. Drinken bent. Kijk, weet je, dat is mijn ding. Check de pudding. Pudding is wel lekker. Misschien als het voelen. Nee, die heb je overal dat velletje. Ja, maar nu is het velletje toch stuk. Op zich, de pudding is niet heel vies, maar het velletje dat was gewoon niet zo. Weet je wat wel trouwens heel leuk is, dat het allemaal in potjes zit. Alleen. Ja, maar dit zou ik niet in een restaurant kunnen doen. Kijk, weet je wat ik stom vind? Is dat, ik hou sowieso niet zo heel erg. Hij mag wel gelijk, dan proef je overal zo'n kleine mini stukjes. Ja. Ik hou sowieso niet zo van chocolademousse of pudding of iets. Jawel. Ik niet, ik in zij wel. Mam? Het was chocoladepudding in de oven. Ja, dat laagje. Dat laagje is gewoon smerig. Maar dat heeft alle potje van deze. Oké. Okay. Oh, en op het einde zijn we ook onze favoriet. Ja, oké. Okay. Dat is leuk. Oké, we hebben nu de laatste. En deze ziet er eigenlijk ook wel het leukste uit. Het is de real. Oké. Lang. 3, 2, 1. Just like it should at your tide. The parcels are all under the tree. Stay where they should be. Het is echt heel lekker. Die bovenkant. Ik denk een beetje anders lekker. Ik denk een beetje spik, dat is dezelfde onderkant en bovenkant sukkel. Echt niet. Echt wel. Echt niet. Kijk dan. Ja, nee, hier zit toch ook met chocola. Ja, maar ik bedoel deze koekje. Ja, het is met speculaas. Ja, dat denk ik ook. Met speculaas en. Ja, daar zit zo'n speculaas op. Deze is heel lekker. Mm. Dit is denk ik mijn favoriet. Ja. Misschien wel. Misschien wel. Maar is echt heel lekker. Zo, in België. Heb je heel vaak zo lotus speculoos koekjes? Speculaas met zaadjes. Met school krijg ik dan altijd, met Sinterklaas krijg ik Sinterklaasjes. Lotus speculoos koekjes. En het is smaak ik echt naar lotus speculoos. Het is echt lekker. En het is ook speculoos. Dus echt maar die chocolade is ook gewoon heel lekker. Maar. Oké, nu gaan we het even goed zeggen. Heb je deze 3? Ja, duik hem op. Oh ja, duik hem op. Ik denk. Of anders onze top 3. Ja, maar ik heb geen top 3, denk ik. Ja, ik wel. Ja, ik denk eigenlijk wel hetzelfde. Voor mij is dit nummer 1. Ha, de eerste die we hebben geproefd is dit. Wat was dit? Ja, is dubbel chocolate met een soort van likeursmaak. Nummer 2 is de speculoos. En nummer 3 is dan toch. Desondanks de niet zo lekkere bovenkant, maar de cheesecake en de onderkant is heel lekker de gezakte karamel. Oké, voor mij is het anders, want ik vind eerst die, dan die, dus met de karamel, en dan als laatste deze. Maar we hebben dus wel een beetje dezelfde top 3. Ja. Maar, oké, okay, moeten we nu onze vieste? Nee, dat is echt niet lekker. Ja, ik denk, ik heb er 2 vieste. Oh ja, nee, deze ding ook niet lekker. Wat? Nee. En jij vond de gele ook niet lekker. Nee, de gele vond ik wel lekker. Maar ik denk, maar deze was vieze. Deze echt. Is gewoon denk ik jeugdtrauma of zo. Jeugdtrauma? Nee. Oh. Dus wij gaan nog even lekker smikkelen. Wacht, kijk. Wij gaan nog even lekker verder smikkelen. Toen geef deze video zeker een duimpje omhoog. Duimen, abonneren, reageren. En deel hem ook vooral met je vrienden als je het echt een tof video vond. En laat in de reacties weten. Wat doet jij lekker? Wat jij denkt jouw favoriete toetje is. Dit is onze Instagram.
Als mama nu weer niet plaatst, dan voel ik mij een sukkel. En onder in de beschrijving staat ook nog een linkje. En vergeet vooral niet om nog meer video's te kijken van Anna. Doei!